komende half uur presenteert Wubbo Okkels een nieuw wetenschappelijk programma. Wetenswaardevol met Wubbo Okkels. En deze eerste aflevering gaat over telecommunicatie. In deze aflevering gaan we kijken hoe een telefoon werkt. Verder leren we wat radio- en televisiegolven zijn en hoe een geostationaire satelliet werkt. Tegenwoordig is de telefoon een onmisbaar begrip geworden. Maar vroeger was het heel anders toen hij werd uitgevonden. Want er waren heel veel mensen die vonden het eigenlijk maar een naar ding. Hij was moeilijk te gebruiken en de stem die kraakte zo verschrikkelijk. Ja, en het was ook eigenlijk heel begrensd. Want in een stad had je bijvoorbeeld maar maximum 50 lijnen. Hè? Je had zo'n kleine telefooncentrale zoals deze. En de mensen konden alleen maar met elkaar praten, niet met andere mensen uit andere steden. En dan moest het ook nog altijd via de centrale. Want dan was het een juffrouw die nam hem op. En dan maakten ze de verbinding. En dan kon je praten. Maar je wist ook nooit zeker of de juffrouw niet zat mee te luisteren. In ieder geval, toen had men nog geen enkel idee hoe belangrijk uiteindelijk die elektrische stem werd. Montreal, 24 december, 11 uur 's avonds. Mr. Brisson is bezig zijn werk af te maken, zodat hij met een gerust gevoel van zijn kerstvakantie kan genieten. Hij gaat straks kerstavond doorbrengen met zijn gezin, maar zijn dochter is er niet bij. Die is voor zaken in de Portugese hoofdstad Lissabon. De verleiding om te bellen is groot. Als meneer Brisson de hoorn van de haak neemt, stelt hij een groot aantal handelingen in werking. Zijn toestel maakt via een kabel van koperdraad onmiddellijk contact met de telefooncentrale van zijn district. De tonen van het gekozen nummer bereiken de centrale in analoge vorm, oftewel in de vorm van elektrische golven. En dat geldt ook voor de stem van meneer Brisson. We kunnen die golven vergelijken met voortkruipende slangen die een reeks pieken en dalen vormen. In de districtcentrale worden de golven digitaal weergegeven. Dat wil zeggen dat ze per seconde worden opgedeeld in segmentjes waarvan de waarde wordt uitgedrukt in binaire getallen. Het binaire getallenstelsel is de taal van de computer. Het bevat maar twee symbolen, 1 en 0. Reekse enen en nullen kunnen makkelijk via elektrische transmissie worden overgebracht, omdat ze de aanwezigheid, 1, of de afwezigheid, 0, van een elektrische impuls aangeven. Met deze reekse impulsen kunnen alle hoorbare geluidsvariaties worden uitgezonden. Meneer Brisson voert geen lokaal gesprek. De districtcentrale seint zijn gesprek door naar een centrale voor interlokale gesprekken over lange afstand. Daar wordt elektronisch uit het gekozen nummer afgeleid dat meneer Brisson naar Portugal wil bellen. Het gesprek wordt vervolgens doorgeseind naar de centrale voor overzeese gesprekken. Om die centrale te kunnen bereiken wordt de impulsenreeks omgezet in lichtimpulsen. Deze worden met laseraandrijving door een dunne glasvezelkabel gestuurd. Bijna alle telefooncentrales hebben de koperdraadkabels inmiddels vervangen door glasvezelkabels. Via één glasvezelkabel, nauwelijks dikker dan een mensenhaar, kunnen 8000 telefoongesprekken worden doorgezien, terwijl een 10 centimeter dikke koperen kabel er maar 3600 aan kan. Meneer Brisson is zich waarschijnlijk niet bewust van al die technologische verbeteringen. Hij wacht al 6 seconden en dat lijkt vrij lang. Maar op kerstavond zijn de telefoonlijnen overbezet.
Normaal gesproken zou hij in 2 seconden verbinding met Portugal hebben gehad. De overzeese centrale zendt het gesprek van meneer Brisson via een antenne voor het microgolfgebied naar een satellietzendstation. Dit Canadese zendstation, dat over een grote schotelantenne beschikt, stuurt het gesprek van meneer Brisson 36.000 kilometer de ruimte in. Naar een satelliet die op een vaste plaats boven de Atlantische Oceaan hangt. De satelliet vangt het signaal op, versterkt het en zendt het terug naar een ander aardzendstation in Coonhilly, een klein plaatsje aan de Engelse kust. Meneer Brisson wacht geduldig af. Misschien weet hij dat zijn gesprek in 0,3 van een seconde 70.000 kilometer aflegt van het ene aardse zendstation naar het andere. Het telefoongesprek zet zijn lange reis voort door de oceaan via een koperen zeekabel van de Engelse kust helemaal naar Sesembra in Portugal. De centrale in Sesembra herkent het 7e cijfer dat meneer Brisson heeft gekozen en seint het gesprek onmiddellijk door naar Lissabon. In Lissabon decodeert een districtcentrale uiteindelijk het telefoonnummer van zijn dochter. Het duurde 12 seconden voor meneer Brisson contact kreeg met zijn dochter. In 12 seconden kwam er een telefoonverbinding tot stand tussen 2 plaatsen op 6.000 kilometer afstand van elkaar. 12 seconden lijkt lang voor een ongeduldige vader. Maar nog geen eeuw geleden had meneer Brisson zijn dochter een brief moeten sturen om zijn kerstwens over te brengen. En hij had dan weken op antwoord moeten wachten. Door straalverbindingen op grote torens en kabelverbindingen en satellietverbindingen is er een heel netwerk ontstaan over de hele wereld van communicatie. Dat is het telecommunicatienetwerk. Dat wordt natuurlijk gebruikt voor de telefoon. En zo kan je nog een vriend even een prettig kerstfeest wensen in New York. Maar het wordt ook gebruikt voor de radio en televisie. En vooral dat laatste medium zorgt ervoor dat je tegenwoordig overal ter wereld het laatste nieuws kan volgen. Eigenlijk is daardoor de wereld best erg klein geworden. Bij dit testbeeld even een test aan u. Weet u nog wat u deed op de nacht van 21 op 22 juli 1969... toen de eerste mens een voet op de maan zette? Dat was een ervaring die u mede deelde met 600 miljoen andere televisiekijkers. En zo zit het leven vol van broze herinneringen die je met zo ontzettend veel andere mensen deelt. En er komen elke dag nieuwe geluiden en beelden bij. Geluiden en beelden die over de hele wereld worden verspreid via elektromagnetische straling. Eigenlijk leven we dus in een wondere wereld, omgeven door onzichtbare golven. Onze wereld is doordrongen van de mysterieuze en ontastbare aanwezigheid van elektromagnetische golven. Die golven kunnen radio- en televisieprogramma's, gesprekken tussen taxichauffeurs en internationale berichten overbrengen. Sommige golven worden uitgezonden door antennes, vlakbij ons in de buurt. Andere komen uit de ruimte, via satellieten. Als al die golven tegelijkertijd door uw radio- of televisietoestel zouden worden ontvangen, zou u een ware cacofonie van geluid en een weerwaar van beelden op u afkrijgen. Hoe kan het dat al die golven beeld en geluid overbrengen zonder met elkaar verward te raken? We beginnen in een televisiestudio. De camera's en de microfoons zetten beeld en geluid om in elektrische stroom. Die stroom wordt enorm versterkt en brengt de antenne van het televisiestation, net als een gitaarsnaar, aan het trillen. De antenne zendt geen geluidsgolven, maar elektromagnetische golven uit.
De elektromagnetische golven verspreiden zich in concentrische cirkels door de atmosfeer, net als een steentje dat rimpelingen in het water veroorzaakt. Als de elektromagnetische golven de antenne van uw televisieontvanger bereiken, produceren ze een zwak elektrisch stroompje. Deze stroom wordt versterkt en weer omgezet in de beelden en geluiden die voor het televisiestation worden uitgezonden. Uw antenne ontvangt golven van honderden zenders tegelijk, maar hij kan de signalen van al die verschillende stations onderscheiden. Elektromagnetische golven worden onderscheiden naar hun frequentie. Dat is het aantal golven dat per seconde wordt uitgezonden. En dat wordt aangeduid in hertz. Als een antenne 100.000 trillingen per seconde uitzendt, is de golffrequentie 100.000 hertz. In overeenstemming met nationale en internationale afspraken heeft elke radio- en tv-zender een andere frequentie. De ene tv-zender kan uitzenden tussen de 54 en de 60 miljoen hertz en weer een ander tussen de 82 en 88 miljoen hertz. Zo zijn de signalen van alle radio- en televisiezenders dus van elkaar te onderscheiden. Wanneer de golven van verschillende frequenties uw ontvanger bereiken, fungeert de tuner als een soort filter. Als u op een bepaald kanaal afstemt, schakelt het filter bijna alle golven uit en laat alleen de frequentie van het gekozen kanaal door. Daarom kunt u naar het ene net kijken terwijl u een programma op het andere net opneemt op uw videorecorder. Uw antenne ontvangt het signaal van meerdere kanalen tegelijk. De tuner van uw tv laat de frequentie van het ene kanaal door en de tuner van uw videorecorder die van andere kanalen. Maar de golven zijn niet altijd volledig vrij van storingen. Waar komt het dubbelbeeld bijvoorbeeld vandaan? Dubbelbeeld treedt op wanneer golven van een metalen constructie weerkaatsen, bijvoorbeeld een wolkenkrabber. Bijna alle golven bereiken uw antenne rechtstreeks, maar een enkele golf verdwaalt in het stadsgedruis en bereikt uw tv-toestel een fractie van een seconde later. Zo vormt zich een tweede beeld vlak naast het eerste. Deze problemen worden grotendeels opgelost door de kabeltelevisie. De ontvangantennes van de kabelexploitanten staan op strategische plaatsen, op het dak van hoge gebouwen of hoog in de bergen. Zo kunnen ze de signalen van radio- en televisiezenders rechtstreeks ontvangen. De golven ondervinden geen storing en de weergave is glashelder. Al deze golven komen samen op een centraal punt in de stad waar het kabelnet begint. Via de kabels bereiken de golven uw huis storingvrij. En dankzij paraboolantennes kunt u vandaag de dag ook programma's van over de hele wereld ontvangen. Deze schotelantennes vangen golven op van speciale satellieten die het signaal van tientallen tv-stations doorgeven. U hoeft uw paraboolantenne alleen maar op de satelliet van uw keuze te richten. Er zijn zelfs gemotoriseerde paraboolantennes waarmee u snel van de ene naar de andere satelliet kunt overschakelen. Als al deze satellieten met elkaar in verbinding worden gesteld, dan kunnen we straks live naar een sumo-worstelwedstrijd uit Japan kijken. Of naar een historische documentaire uit Frankrijk. De ontwikkeling van het medium televisie is eigenlijk heel snel gegaan. Het heeft nog geen halve eeuw geduurd. En voor die tijd waren de meeste van onze grootouders al geboren. Het verhaal gaat dat er een grootmoeder was die zelf dacht dat de nieuwslezer haar kon zien. En ze ging dus dat nettig gekleed voor die televisie zitten. En na het nieuws bedankte ze hem heel erg vriendelijk. Maar ja,
Net zoals zij allemaal hebben moeten wennen aan de ontwikkelingen toen, moeten wij natuurlijk toch nog steeds wennen aan de ontwikkelingen die nu allemaal plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld al die satellieten. Al die satellieten die tegelijkertijd maar al die televisiesignalen naar ons toesturen. Dat zijn geostationaire satellieten die boven ons hoofd hangen. En de vraag nu is dus, hoe komt dat dat die boven ons hoofd blijven hangen? In een denkbeeldige corridor rond de aarde op 36.000 kilometer hoogte zweven ongeveer 100 satellieten in stilte rond. De baan van de satelliet valt samen met de draaiing van de aarde om zijn eigen as. Omdat hij even snel ronddraait als de aarde, blijft de satelliet boven een vast punt op aarde hangen. Dergelijke satellieten noemen wij geostationaire satellieten. Het lijkt alsof ze met een onzichtbaar anker vastzitten aan bepaalde geografische punten op aarde. Geostationaire satellieten hebben diverse functies. Sommige maken foto's van de planeet voor meteorologische doeleinden. Andere moeten bosbranden signaleren. Weer andere satellieten bespioneren militaire bewegingen. En de satellieten die ons constant en rechtstreeks in contact brengen met andere werelddelen zijn de telecommunicatiesatellieten. De telecommunicatiesatellieten hangen in groepjes boven de Atlantische, de Stille en de Indische Oceaan. Ze bestrijken de hele aarde, zowel het noordelijke als het zuidelijk halfrond. Het werkzame leven van een satelliet begint op de lanceerbasis. Een raket brengt hem 300 kilometer de ruimte in. Als de satelliet los is van de aantrekkingskracht van de aarde, vliegt hij met behulp van zijn eigen raketten naar de geostationaire baan op een hoogte van 36.000 kilometer. Geostationaire satellieten blijven boven een vast punt op aarde hangen. Daardoor kunnen de antennes van aardse zendstations gemakkelijk met ze in contact blijven. De stations zenden signalen in de vorm van golven uit. Dat kunnen geluids-, beeld- of geschreven signalen zijn. De ontvangantenne van de satelliet vangt de golven op die een aardstation uitzendt. De golven worden binnen in de satelliet versterkt en via de zendantenne naar een ander aardstation gezonden. De satelliet is een soort spiegel in de ruimte die het ontvangen signaal terugkaatst naar de aarde. Zendstations op aarde kunnen signalen uitzenden en ze ontvangen. Hoewel de satelliet in een vaste baan vliegt, moet zijn koers ten opzichte van de aarde regelmatig worden bijgesteld. Dat gebeurt met een computer op aarde die de raketten van de satelliet met afstandsbediening in werking stelt. Deze correcties zijn nodig om de antennes van de satelliet in de juiste positie ten opzichte van de aarde te richten en om de zonnecollectoren die de satelliet van elektriciteit voorzien op de zon gericht te houden. Tijdens elke omwenteling van de aarde wordt de satelliet eenmaal verduisterd. Met het oog hierop is de satelliet voorzien van zonnecellen die genoeg zonne-energie opslaan om de satelliet ook in het donker zijn werk te laten doen. In de afgelopen 20 jaar zijn ruim 200 satellieten in een geostationaire baan gebracht. De meeste werken niet meer, omdat hun brandstof op is. Het laatste restje brandstof van de satelliet wordt gebruikt om hem verder de ruimte in te schieten, zodat de geostationaire corridor niet overvol raakt. Er hangt in feite een stortplaats in de ruimte boven ons hoofd. Maar met de huidige ontwikkelingen in de ruimtevaarttechnologie zal het eens mogelijk worden om al die uitgewerkte satellieten te verzamelen en ze van brandstof te voorzien.
Communicatiesatellieten hebben een beperkte levensduur. Meestal niet veel meer dan 1 jaar of 10. En dat komt omdat hun brandstof, die ervoor zorgt dat ze in de juiste stand blijven staan, dan opraakt. Nu zijn er wel speciale shuttlevluchten gepland in de toekomst die deze satellieten dan van nieuwe brandstof voorzien. Maar je zal toch een competitie blijven houden. Een competitie tussen deze geostationaire communicatiesatellieten en de verbindingen op de aarde zelf, namelijk met glasfibers en straalverbindingen.